Özkan Akyol heeft Filmpjesgate onderschat. Dat heeft hij zojuist tegen Jordi Versteegden gezegd aan de telefoon. En Jordi, die staat hier nu naast mij. Jordi, jij hebt heel lang, zoals ik net zei, met Eus aan de telefoon gezeten. Hoe was dat gesprek? Wat was de toon? Ja, even voor de context. 30 minuten voor iemand die er wat aan heeft, hoe lang het dan precies was. Nou, het was vooral opvallend dat ik hem gisteren eigenlijk de hele dag heb willen bellen. Dat was namelijk de dag waarop dat filmpje viral ging. Hè? De bewuste beelden, ja. Eindelijk, waar Eus het een paar weken geleden over had bij Humberto Tan aan tafel. Dat is echt een heel eigen leven gaan leiden van... Wat bedoelde Eus nou toch, hè, wat hij had gezien van Matthijs van Nieuwkerk, wat dan niet door de beugel kon, waardoor hij als vriend zich eigenlijk een beetje, hè, afstandig hield van Matthijs. Nou, ik wilde hem daar gisteren al over spreken, want A, die beelden die nu rondgaan, zijn dat de beelden waar Eus het over had? Dat was de grote vraag, hè? Zijn dit nou die beelden? Want zo schokkend zijn ze niet. Nou, ik kan je wel bevestigen dus nu na dat telefoongesprek dat dat daadwerkelijk die beelden waren. Alleen... Eus die zegt, ja, we moeten het wel in de juiste context plaatsen. Ga nu eens even terug, zei hij. En die oproep deed hij ook in zijn Twitterbericht vandaag. Hè, ja. Dat ook inmiddels viral gaat, een heel statement van hem. Ga nou eens even terug, zegt hij, naar de uitzending van Humberto. Wat zei ik daar nou precies? En wat hij daar zegt, is dat hij geschrokken is van het rapport... enerzijds van de NPO, Commissie van Rijn. Dat hij ook gesprekken, meerdere gesprekken inmiddels had gehad... met oud-redacteuren die echt wel heftige verhalen volgens hem vertelden. Ja. En die hem ook dingen lieten zien. En daar stopte toen het gesprek voor Eus. Alleen ging Humberto daar scherp op in door te zeggen van... ja, maar wat heb je dan gezien? Ja, beelden, want wij willen dat zien. Precies. En dan zegt Eus, ja, ik heb wel beelden gezien. Maar hij maakt wel de disclaimer van... ja, maar het is geen grensoverschrijdend gedrag. Het is ook niet strafbaar. Nee. Alleen, ja, alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd... dat hij toch wat anders is gaan denken. En dat hij vooral toen zei van... ja, ik kan nu niet langer steeds maar weer Matthijs blijven verdedigen in de media. Ja. Maar ik zei wel tegen Eus, ja, Eus, alles leuk en aardig. Je intentie kan misschien niet geweest zijn om een hele rel te veroorzaken, maar het is wel gebeurd. En ja, daarvan zei hij inderdaad, en dat zei je terecht, dat heb ik onderschat, dat filmpje zo'n eigen leven zou gaan leiden. Samengevat, het was een grote verhaal. Humberto doet een greep. Ja. Vervolgens blijft dat iedereen hangen van, er zijn hele heftige beelden. Ja. Dat heeft hij zelf ook al een beetje aan zichzelf te wijten, omdat hij ook bij VI aan tafel zegt... ja, ik heb hem nog nooit boos gezien. Ja, precies. Ja, en dan denk je van, wow, wat voor beelden zijn dat dan? Ja, daar confronteerde ik hem vandaag ook wel mee. Van ja, je hebt het nu vandaag in jouw Twitterbericht... echt wel over een mediacircus. Ja. De media hebben het allemaal gedaan. Maar goed, dat is altijd een beetje zwakte. Dat vind ik ook een zwakte bot van, laten we eerlijk zijn. Hij is gewoon wel degene die ook constant heeft gezien... dat dit in de media maar doorbleef gaan. Hij had ook dat statement wat hij vandaag heeft geplaatst op Twitter... had hij natuurlijk ook al 2,5 week geleden kunnen plaatsen. Dus hand in eigen boezem had ergens wel gemogen. Maar goed, met terugwerkende kracht moet ik wel zeggen... ga nog maar eens een keer dat fragment terugkijken van Humberto. Daar is hij genuanceerd. Daar is hij wat genuanceerder dan dat we nu misschien in de media doen voorkomen. Ja. Desalniettemin heeft hij Matthijs aan de hand van deze beelden dan even voor ons wel voor de bus gegooid. Ja. Maar hij zegt tegen jou, nee, weet je, eigenlijk heeft Matthijs mij een beetje voor de bus gegooid. Nou, hij zei letterlijk, zei Eus tegen mij, hè, je kan het ook omdraaien. Hè, ik word nu matenaaier genoemd, maar wie is hier nu de matenaaier? En wat bedoelt hij daar nou mee? Kijk, Eus, we weten allemaal, hij was ooit tafelgast. Hè. Hij was toen zelfs nog student journalistiek en mocht hij al als tafelgast bij de DWDD zitten. Ja. Daar is een vriendschap uit ontstaan, hè, een vertrouwelijke vriendschap. Dus eigenlijk na dat Volkskrant-onderzoek hebben zij ook heel veel gesprekken gehad en wilde Eus ook weten van, wat is er nou daadwerkelijk gebeurd? Waarop Matthijs steeds zei van, ja, er is met stemverheffing gesproken. Dat had ik nooit mogen doen. En Eus is daarvan uitgegaan. Ik vroeg hem nog, maar ben je niet zelf op onderzoek uitgegaan? Wilde je niet zelf van redacteuren weten wat er nou echt was gebeurd? Ben je alleen maar afgegaan op Matthijs? Dat moest je toegeven dat hij inderdaad alleen maar is afgegaan op Matthijs. En met terugwerkende kracht leest hij nu dat onderzoek terug. En heeft hij die vertrouwelijke gesprekken waarin hij ook screenshots te zien krijgt van dingen die er gebeurd zijn. En hij zegt, ja, daar ben ik gewoon een beetje voorgelogen. En dat neemt hij Matthijs toch wel kwalijk. En sterker nog, als we het hebben over hun vriendschap, dan spreekt hij toch al een soort van in de verleden tijd. Ja, ja. Van de Gijp, die legde ook een soort nuance bij VI. Ja. Want die zei, er zijn 3 of 4 redacteuren. Mm-hmm. Eentje werkt bij Op1, andere werken op andere delen van het Mediapark. Ja. Die hebben allemaal, ik noem het even shit, van Matthijs verzameld. Ja. En op het moment dat er iets positiefs of Matthijs dreigt een comeback te maken,
dan komt dat naar buiten. Dan komen ze naar buiten. Dat zei René en ik confronteerde daar ook Eus vandaag mee. Hij zegt, ja, ik heb gisteren niet naar die uitzending kunnen kijken. Alleen volgens mij, zegt hij weer, is het algemeen bekend. Dat zei hij ook over die beelden, dat ze algemeen bekend zouden zijn. Hij zegt, volgens mij is het algemeen bekend dat er inderdaad wel een clubje met oud-medewerkers is die, die nog wel een appeltje te schillen hebben met Matthijs. Dus hij staat daar niet van te kijken, maar hij zegt, ik weet verder niet daar de context van, want zo diep wil ik er nou ook wel niet ingaan. Ik heb wel hier die appjes dat het een beetje nieuw is. Dat we wel weten dat er allerlei verhalen zijn, maar dat er ook appverkeer van Matthijs van Nieuwkerk zelf is. Althans, dat... Maar voordat we daar nu weer een eigen invulling in gaan geven. Kijk, dat maakt het zo lastig. Het hele lastige aan dat NPO-onderzoek is van Verijn. Er is niet aan waarheidsvinding gedaan. Nee. Het is het verhaal van de een tegenover het ander. Nou, we weten inmiddels dat Matthijs, die heeft toen die hele brief opgesteld, dat hij het met heel veel dingen niet eens is, dat hij dingen anders ziet. Maar de waarheid ligt in het midden. Ja, ik denk bijna dat hier uiteindelijk een rechter aan te pas moet komen om dit allemaal echt te gaan onderzoeken wat er nou is gebeurd. Ja, alleen Matthijs heeft al in een heel vroeg stadium gezegd van, ik ga niet met advocaten in en weer, want dan wordt het een heel... Dan draait het toch weer om mij. Dan lijkt het alsof ik in de slachtofferrol kruip. Dat is overigens ook de reden. Want begin deze week zocht ik nog contact met het management van Matthijs. Van joh, gaan jullie nog ergens een interview geven? Nee, niets van dat alles. Ze zoeken nu echt bewust even de luwte op. Maar ja, ik ben dan heel benieuwd waar het moment ligt in de toekomst waarop je wel weer wat gaat doen. Precies. Ja, ik denk niet dat je zomaar hier kan stoppen. Ik denk echt dat er een waarheidsvinding onderzoek gedaan moet worden. En dan zijn we echt nog wel misschien een jaar, misschien 2 jaar verder. Heeft Eus spijt? Nee, dat zegt hij echt nee. Hij zei, ik zou liegen als ik zeg dat ik spijt heb van het beginnen over die beelden bij Humberto. Ja. Hij had gewoon onderschat dat het zo'n impact zou hebben, maar hij zegt nee, ik kan niet zeggen dat ik spijt heb. Ja, dat is aan hem. Ik hoop ook dat het hierna klaar is. Ja. Eus heeft nu zijn verhaal gedaan, wat je er ook van vindt. Ja. Er zijn echt wel gaten in te schieten, maar laten we in godsnaam doorgaan met datgene waar het volgens mij bij dat NPO-onderzoek over gaat. Over hoe zorgen we ervoor dat Hilversum een veiligere werkomgeving wordt. Dat het in de toekomst niet verder gaat. En over toekomst gesproken, de vriendschap met Matthijs van Nieuwkerk. Voorlopig bekoeld, denk ik. Die is voorlopig bekoeld tussen Eus van Akjol en Matthijs van Nieuwkerk. Jordi Versteegd, dankjewel.